Welkom bij het vervolg van de les die Jezus bezig is te leren aan zijn leerlingen. Want die hebben het er druk mee om erachter te komen wie er de belangrijkste van hun 12 is. Terwijl Jezus hun probeert duidelijk te maken dat de weg van vernedering een leidende weg van de Messias is. Wie is er de grootste? Je bent de grootste als je de minste wilt zijn. Alles op zijn kop. En dat kan alleen in navolging van Jezus. Dat heeft hij gezegd, maar dat is niet genoeg. Hij wil het ook laten zien. En dus lezen we in Marcus 9, vers 36... en vers 37 het volgende. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. De les is nog niet voorbij. En een plaatje blijft langer hangen dan een praatje. En dus pakt Jezus een kind op. Hij is ergens in een huis in Capernaum, misschien het huis van Petrus, dat zou kunnen. En dit kind zou dus ook heel goed een van de kinderen, van de kleine kinderen, van dat huisgezin kunnen zijn. Van Petrus of van Andreas misschien. In elk geval, het is vast niet een kind dat midden in die kring van leerlingen zit te spelen. Het is vast ergens anders. Hij moet het binnenhalen en hij doet dat ook. En zet het kind ineens in het midden neer. Alleen al dat gebaar. Alleen dat het idee. Ik ben dat heel vaak tegengekomen bij allerlei soorten van mensen die eigenlijk vinden dat kinderen toch maar verstorend zijn als je als gemeente samenkomt. En ze maken lawaai en ze zijn soms niet helemaal schoon en ze snotteren natuurlijk. Altijd snotteren en zo. De kraaien soms dwars door de preek heen, net als die dominee net even vurig op het hoogtepunt is. Lastig. Dan is Jezus ook lastig. Want hij zet het kind in hun midden. Nou, wat moet dat dan betekenen? Wat heeft dat te maken met zijn woorden zo pas van knecht zijn en dienaar, dienares zijn? Waar is het verband? Nou, een van de commentaren die wijst op een mogelijk verband in het oude Aramees. Waar het woord talia zowel kind als knecht kan betekenen. Dus dat het misschien heel vertrouwd is voor de leerlingen die Aramees spraken onderling met Jezus. Om dat zo ook te herkennen. Een kind. Jezus zet een kind daar neer en daar kun je van alles nog van een mooie dingen bij bedenken. Een mooie karaktertrekken die bij een kind horen. Onbevangenheid en zo, weet ik wat allemaal. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er om één ding. Status. Welke positie heb ik? Kijk naar het kind. Die heeft geen status. Toch? Die is onder het gezag van anderen. Is afhankelijk van wat anderen doen. Heeft geen zelfbeschikkingsrecht. Heeft geen strepen om op te staan. Ook al proberen ze dat wel eens natuurlijk. Erg leuk. Ook is nog steeds niet vrij om zelf te kiezen in alle opzichten. Dat willen ze wel heel graag. Dat moet ik op beduur ook. Zeker, ze moeten op beduur. Moeten ze volstrekt goede keuzes kunnen maken zelf. Maar dat kan het kind nog niet. Het kind dat Jezus in het midden zet, kan dat nog niet. En hij zet het dus inderdaad in het centrum van de belangstelling neer. Daarom gaat het ineens. Om een kind. Om een kind. En dat niet alleen. Hij zet het kind niet alleen als beeld neer, als voorbeeld. Zoals bijvoorbeeld een hoogleraar in de medische wetenschappen een patiënt met een ingewikkelde ziekte voor een zaal voor collegestudenten kan neerzetten. En zeggen, nou deze meneer, deze mevrouw, zo. Ook dan wordt er met respect gesproken, vermoed ik zo. Maar wat Jezus doet gaat veel verder. Hij omarmt het. Hij neemt het in zijn armen. Staat er letterlijk. Een woord dat Marcus met opzet gebruikt. Om de genegenheid van Jezus, de liefde van Jezus, voor kinderen, voor alle kinderen, zichtbaar te maken. En dan zegt hij er nog wat aan, wat het dubbel en dwars vastspijkert als het ware. Hij zegt, als je zo'n kind ontvangt in mijn naam, ontvang je mij. En als je mij ontvangt, ontvang je hem die mij gezonden heeft. Oftewel, in deze route vind je uiteindelijk Gods liefde en trouw in het beeld van het kind terug, in het kind zelf terug. Dat is nogal wat. Een kind met liefde opnemen is Jezus opnemen. Een kind met genegenheid helpen om volwassen te worden is Jezus een recht van spreken geven in je leven. En een plaats geven in je leven. Is God een plek geven in je bestaan. Dit werpt een heel fel licht op alle geklooien en gedoe met kinderen. Ja, ik noem dat maar even zo. Niet heel parlementair. De manier waarop er omgesprongen wordt, ik denk aan vluchtelingenkinderen bijvoorbeeld. Schandelijk. Over het algemeen.
Niets ten nadele van de mensen die zich er heel erg voor inzetten. Ook officiële lui, daar doe ik niks aan af. Over het algemeen gesproken is Europa niet een toonbeeld van wat Jezus hier wil. Ik denk aan kindermishandeling, seksueel misbruik. Ik denk aan het martelen van kinderen. Denkt u allemaal dat dat niet gebeurt? Doe de ogen maar open. Luister ernaar. Kijk naar wat het nieuws allemaal vertelt. Steek je kop niet in het zand. Dat is de werkelijkheid. Een werkelijkheid waar de gemeente van Jezus zich tegen verzet. In naam en opdracht van haar Heer. En ik zeg dus ook tegen iedereen die dat doet. Hou daar onmiddellijk mee op. Maak schoon schip. Zorg ervoor dat je je gerechte straf ook inderdaad loopt. En doet. Want daarmee voldoe je aan de rechtvaardigheid die in de samenleving thuis hoort. En als dat te lastig is, zoek hulp. Wees eerlijk, wees oprecht. Want je zult op een gegeven ogenblik ontdekken dat het Jezus is die je wel verder wil helpen. Stop met smoesjes. Hou op met onzin praat waarbij je de schuld naar het kind toe verschuift. Hou op met het geleuter over dat meisjes maar geen meisjes zouden moeten worden. En dat soort ladico meer. Dat geldt vooral voor mannen. Het is een waarschuwing. Bedenk als je een kind iets misdoet, dat je aan Jezus komt. En hem wil je niet tot tegenstander hebben, want hij zal het laatste woord hebben. Als rechter van levenden en doden over jouw bestaan. Een welgemeende waarschuwing. Kom maar uit. Voordat het een dodelijke valkuil wordt voor je. Het is natuurlijk ook een aansporing. Voor iedereen die kinderen een goed hart toedraagt. Die bereid is om zich in te zetten. Het is een aansporing om de red race te laten lopen. En om dit kind als voorbeeld inderdaad te nemen. Om te accepteren dat navolging van Jezus betekent dat je status en al dat soort rimram laat lopen. Dat je de piramide niet meer beklimt, maar dat je hem afdaalt. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen dragen, zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Om zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Om de minste te zijn. Om mensen de voeten te wassen. Om zo dicht mogelijk bij Jezus te komen. Om daarmee ook zelf te weten dat je kind van God bent. Dat kun je niet verdienen hoor, dat krijg je gratis. Maar het is wel zo, je voelt het dan wel krachtiger. Om zelf te voelen dat je kind van God bent. Geliefd door de Vader, geliefd door de Zoon. Geliefd door de Heilige Geest. Leef een formidabel leven op. Elke keer weer als ik dat bedenk, dan ben ik buitengewoon dankbaar dat mij dat overkomen is. En dat gun ik dus ook anderen. Tot zover. Misschien tot ziens, in elk geval zegen van God toegewenst.